gaat heel erg om verpleegkundig technisch het goede doen. Alle vinklijstjes van de inspectie gaan daarover. Maar ten diepste gaat het om het verlangen, de mensen zijn die je wil zijn. Met mensen, met wie je wilt zijn. Dat is niet de vraag stellen, what's the matter with you? Maar what matters to you? Ik heb hiervoor 9 jaar in de psychiatrie gewerkt. En daar gepakt, gegrepen door, laat ik maar zeggen, het kostbare van kwetsbare mensen. En daar aan een waardevol bestaan voor kwetsbare mensen bijdragen, dat is mijn persoonlijke drijfveer. Dat is klein geluk. En heel veel klein geluk is groot geluk. En het kleine geluk is inderdaad gewoon in 1-op-1 gesprekken met mensen die een beetje gelukkiger zijn geworden. Of die het weer een beetje meer zien zitten. Of die een beetje, het zijn allemaal beetjes. Vergeten wij vaak als bestuur. Dat kan zijn een verpleegkundige die tegen mij zegt, jeetje, ik heb nou eindelijk het gevoel dat jullie weer met dezelfde dingen bezig zijn als wij. Ik denk, yes, we hebben elkaar geraakt. Er gebeurt ontzettend veel goeds. Onze klanten zijn over het algemeen hartstikke tevreden. Maar op de een of andere manier is dat niet duidelijk te maken bij burgers, politiek. En daar zou Actis misschien nog meer op in moeten zetten. Ambassadeur van het vele goede. Maar ik ben positief over of we met elkaar de zorg solidair toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar houden. Ik geloof echt dat dat gaat lukken. Ja.